Voor ADO Den Haag zit het trainingskamp in Zuid-Spanje erop. De week werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Duitse Hoffenheim, die ADO met 2-1 won. Natuurlijk zijn die wedstrijden op trainingskamp zijn al anders natuurlijk, maar voor het gevoel is het lekker en we hebben hard getraind en dan ook nog zo'n pot neergezet, dus dan ben je al met al wel tevreden met deze week. Been a good week, yeah. The guys got to know each other and a couple of new players from England and myself, so it's different. A lot of English being spoken in the dressing room, so that's unusual. Nee, maar ja, het is goed. Deze week is gewoon goed geweest ook om kennis te maken met elkaar, met zijn ideeën, onze dingetjes. Dus dat is heel prettig dat je dat op dat kamp gelijk kan doen. En daar hebben we natuurlijk de komende week ook nog voor. Maar ADO is er nog niet. It's a lot of work to do. There was a lot of things that, you know, be easy for me to moan about. But I have to kind of lean on the fact that they worked so hard today. So that was the real, you know, as a manager, technically players not always what you would like, but as long as they give you everything, that's all you can ask. And that's what they give me today, everything. Een paar weken geleden sprak mijn collega je, was voor Heracles uit. En toen zei je dat het vertrouwen bijna zo goed als weg was. Is dat vertrouwen nu weer helemaal terug? Nou, ik moet zeggen, die vakantie, weet je, die was echt heel erg nodig, de winterstop. En we staan er gewoon niet goed voor en we hebben allemaal even onze kopjes leeg kunnen maken. En, natuurlijk, nu is natuurlijk wel een ander gevoel, omdat je een soort van opnieuw gaat beginnen eigenlijk. Natuurlijk staan we waar we staan en dat is zorgelijk. Alleen, we moeten ook door en dat gaan we doen aankomende volgende week. Tijdens het trainingskamp was verdediger Jordan Spence op proef en kwam Sam Stubbs binnen als nieuwe aanwinst. I think we do need to bring in a couple more players to improve the depth of the team. Yeah, we need a bit more cover. Can you tell me a little bit more about that? Which positions, for instance? No. Defending? No.